Ik wil een kleine toelichting geven op dit prachtige orgel. De oplettende luisteraar heeft het misschien wel gehoord, dat na het volle werk van het orgel hoor je aparte geluiden. In de akoestiek hoor je dat waarschijnlijk wel. Ik zal het even demonstreren, misschien dat je dan iets beter hoort via deze microfoon, of omdat je er nu op let. Ja, nu hoor je het niet zo heel erg goed, maar in het orgel zitten blaasbalgen. En die blaasbalgen die zorgen voor voldoende lucht voor alle registers. En dit orgel heeft een soort mankement, zo mag je het eigenlijk wel noemen, want hij staat op voor een hele grote onderhoudsbeurt. En ja, dit zijn een van die dingetjes ervan, dat het, de blaasbalgen die heeft er moeite mee om zo voldoende lucht aan het orgel te geven. En dan hoor je hem af en toe eens op het einde, hoor je het gekraak of het gepiep van de blaasbalg. Het kan op zich nog geen kwaad, maar het is toch wel nodig dat het orgel snel in onderhoud komt. En er gaat er gelukkig van komen. Rust mijn ziel, uw God is koning. Dat ga ik zo meteen doen, als alle registers weer rustig staan ingesteld, om het zo te noemen. Dus wat zachter dan nu het volle werk. En daarna ga ik eerst op het orgel opnemen en daarna met de vleugel eroverheen spelen. Dat zullen jullie thuis niet merken, want we gaan het zo monteren dat je zowel het orgel als de vleugel hoort en ziet. Dus dat wordt nog een uitdaging om dat bij elkaar te krijgen. Maar ik denk heel verrassend. Thank you.
Thank you.
Thank you.